gioia di vivere, immedesimarsi con la natura, abbandonarsi alla carezza del vento, del sole, gioia di vivere, ridere, giocare, godere della propria giovinezza, gioia di vivere, correre in Vespa. Hoi, leuk dat je weer kijkt. Na een paar Star Wars video's, met onder andere de Darth Vader als laatste, en binnenkort, even tussen een teaser, deze komt ook nog aan. Maar na een paar Star Wars video's, deze keer iets heel anders, namelijk een echt jaren 60 stijl-icoon. Vespa. Voglio la Vespa! Per sentirsi giovani, Vespa. Per i giovani, Vespa. Ik ben pas op vakantie geweest in Frankrijk, in de Côte d'Azur. Daar zie ik nog geregeld rondrijden. Mijn social volgers zullen vast wel wat foto's gezien hebben. Dit is volgens mij het eerste model dat ze echt groot uitgebracht hebben. Compleet met mandje, bloemetjes, een helmpje, brilletje. Hij heeft 1106 stintjes. Het is nummer 10.298. Het is de 18 Plus serie. Nog wat info. Vespa 125 cc. Uit 1960. We gaan de dosis even openmaken en uitpakken. De doos was helaas wat beschadigd. Ik had hem besteld bij Amazon. En hier zit wat. Hij zat in een envelop geplakt. Dus een beetje lomp, dat is wel jammer. Die is ook wat beschadigd. Goed. Dat is toch een doos die je stuk moet maken om te openen. Dus altijd jammer. Maar we gaan hem openmaken. Probeer zo voorzichtig mogelijk. Laten we eens even openmaken. Lekkere kraak zakjes in. 3. Wat stickers. En uiteraard het boek. Maar op de voorkant van de Vespa. Op de achterkant van de Vespa. Heel origineel Lego. De uiteraard de omschrijving met van een iets grotere klus dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Het oude reclamemateriaal van de Vespa. Alle modelletjes tot
tot met 2021. Ja, dat is wel leuk. De eerste komt uit 1946, zie ik. Deze die ik ga maken, dat is volgens mij de 19... Die staat op 1960, maar staat niet op de tijdlijn. Dat zal de 1963 zijn. Nee, de 1968 denk ik. Tot nu is het de 1968. Nee, ook niet. Nee. Het zal vastkloppen. Dit is de designer van Lego, die al laat zien hoe die eruit gaat zien. Vespa betekent wesp. Dat weet ik ook nog. Dus, ja, dat is de inhoud. Dat is de 1. Er zijn zes zakken. En de zak hier 3 bestaat uit 2 zakjes. Dus eigenlijk zijn het 7 zakjes. En dan zak 8 met de wieltjes. Dus een beetje druk raken. Dat is mooi heel goed op de camera. Dus we gaan hem binnenkort aan elkaar zetten. Dus blijf kijken. Doe je vooral abonneren, dan mis je niet het filmpje hoe die er dadelijk uitziet. Ik ga ook nog een speedbeeld maken, dan kun je versneld zien hoe ik hem in elkaar zet. En ook een filmpje met een video met het eindresultaat. Vergeet niet te abonneren, we zitten aan alle 200 abonnees, het gaat goed. Nog een paar erbij, want ik wil nog voor het einde van het jaar de 1000 halen. Dus met jullie hulp moet dat zeker lukken. En tot de volgende keer.